Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zegt dat er geen geld is voor het onderhoud van bermen. Daarom staat het wiet op bepaalde plekken erg hoog. De bewindsman zegt dat er in eigen beheer geprobeerd wordt zoveel als mogelijk te doen. Maar voor nieuwe zaken is er geen geld op de begroting. Het ministerie zoekt naar oplossingen voor dit probleem. We gaan een oplossing moeten zoeken, maar het geld is er niet, daarom ziet u dat we niet maaien nog. Ik ga kijken naar een gepaste oplossing, hoe we in eigen beheer nog meer machines kunnen aanschaffen. Ik krijg wat donaties van machines van het bedrijfsleven. We gaan de ambtenaren inzetten. Ik heb wat houwers verleden ook gehad, harken van het bedrijfsleven. Dus op die manier ga ik het binnenkort oppakken. Maar wat niet mag, wat ik niet ga doen, ik ga geen uitgavers doen en het klatkop mij aanspreken dat ik meer heb uitgegeven dan ik bij wet mocht. Dus dat is het probleem. Daarom zie je dat een aantal projecten nog niet opgestart zijn, etc. De vuilophalers zijn in actie omdat hun lonen niet zijn uitbetaald. Noor Mohammed geeft aan dat hij ze morgen zal ontvangen om over dit probleem te praten. Ik heb gisteren de minister van Financiën gecontact dat ik probeer vandaag de situatie op te lossen. Dat ze een klein beetje voorschot kunnen krijgen. Toch? Dus we gaan het oplossen. En je weet, u mag het weten, u mag het schrijven. Dit project ga ik persoonlijk begeleiden. Vuilophaal, de werkgroep is vorige week geïnstalleerd. We gaan als burgers zelf gaan betalen. Dan hebben we deze hoofdpijn niet meer. Dus we gaan het duurzaam oplossen. En wat er op Ornamibo gaat gebeuren, dat is punt 2. Maar ook daar kom ik met een schone oplossing. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. Hij zegt dat de vuilophalers vanaf januari 2019 niet zijn uitbetaald. Maar dat gewerkt wordt aan een oplossing voor dit probleem.